Dit gedicht heet... Al dat gezeik dat ik niet luister... Dat heet een selectief gehoor. Daarmee hoor ik je gefluister. Alleen je geouwe hoer, dat komt niet door. Maar dat is toch wat je werkelijk wil. Want als we alleen maar naar elkaar zouden luisteren... is het voornamelijk heel erg stil. Wat was er eerder? De kip of het ei? Wie kwam met die soa? Was ik dat of jij? Verliefd. Motten het per se vlinders, hè? Dit gedicht heet, zo ken ik er ook nog wel een paar. Dat de liefde van de man door de maag gaat, dat kan wel kloppen. Maar tegenwoordig bak ik zelfs mijn eieren in Durex massageolie. Gozer, die komt thuis met een kip onder zijn arm. Zegt hij, is dit nou het varken waar ik je al 3 jaar mee bedrieg? Zegt zijn vrouw, maar dat is helemaal geen varken. Zegt die gozer, ik heb het ook niet tegen jou. Elke keer als ik een selfie wil maken, dan zit mijn lul ervoor. Je wat? Thank you.